Goedemorgen iedereen. Ik wacht nog eventjes op de slides. Voilà, bij deze. Mijn naam is Dado van Peteghem. Ik woon in de op één na mooiste stad ter wereld, na Antwerpen, en dat is Gent. Ik werk inderdaad bij Duval Union Consulting, waar wij organisaties helpen met de uitdagingen rond digitalisering. En eigenlijk proberen wij met hen een plan te maken voor transformatie. Daarnaast ben ik zelf ook heel actief in twee start-ups die ik zelf mee heb opgericht. De eerste is Social Seeder, wat een platform is waarmee je medewerkers van een organisatie of fans van een bepaald merk mee kan uitnodigen om boodschappen te helpen verspreiden via sociale media. Het is een SaaS-platform, Software as a Service. En daarnaast Speakersbase, wat een platform is dat te vergeleken kan worden met een soort IMO-web voor sprekers, waar event-organizers sprekers kunnen vinden om te boeken voor events. Een beetje vanuit de eigen noodzaak, omdat vaak mensen vragen, ken je geen spreker die rond topic A of B kan spreken? Maar er is vandaag geen platform om daarnaar op zoek te gaan. En dat is Speakersbase. En het is eigenlijk over die combinatie dat ik het vandaag met jullie wil hebben. Wat doen grotere organisaties vandaag rond digitalisering? En wat kunnen zij leren van de snelheid van start-ups? En hoe komt het dat start-ups soms sneller kunnen gaan dan die grote bedrijven? Voor de mensen die Twitter gebruiken, of nog gebruiken moet ik misschien zeggen, je kan mij volgen via @Dado van Peteghem. Dus als je daar vragen rond hebt, connecteer gerust. In 2014 heb ik samen met mijn collega Jo Caudron een boek geschreven rond het topic digitale transformatie. En het is daar waar ik het vandaag met jullie vooral wil over hebben, maar in het thema de corporate startup. Dat is ook de titel van mijn presentatie, omdat ik eigenlijk geloof dat organisaties die digitaal willen transformeren, de agiliteit en de snelheid van startups moeten adopteren, maar daarnaast ook de cultuur en de menselijkheid die startups zo sterk maakt. Ik wil jullie eventjes mee terugnemen in de tijd. Dit is een sticker van het familiebedrijf dat mijn grootvader en vader ooit zijn gestart, Dado Boeken. Een bedrijf dat kleurboeken verkocht en stripalbums verkocht aan retailers in België, dus aan Carrefour, De Leijze, Colruyt enzovoort. En de naam van het bedrijf was Dado Boeken. Mijn naam is ook Dado, dus mensen vragen mij altijd van waar komt die bizarre naam. En het is eigenlijk zo dat op het moment dat het bedrijf gestart is, ik ook geboren ben. En mijn vader had wel wat creativiteit, maar niet genoeg om voor twee dingen een nieuwe naam te kiezen. Dus heeft hij mij dezelfde naam gegeven als het bedrijf, of omgekeerd. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar alleszins was het plan dat ik de opvolger zou worden van het verhaal en dat ik na mijn grootvader en vader het verhaal kon verder zetten. Nu, in 1989 is dit toestel op de markt gekomen, de Game Boy. Dat was mijn eerste ervaring met digitalisering in 8-bit Tetris en Mario Bros. Dat waren fantastische tijden. Voor mij persoonlijk was dat een heel aangename ervaring. Jammer genoeg voor ons bedrijf toen was dat eigenlijk de eerste keer dat er een soort beknibbeling kwam op de core business. Want jongeren die toen alleen maar konden kleuren en stripalbums van Jommeke of Suske en Wiske konden lezen, konden plots ook via de Game Boy entertainment vinden. En dat was eigenlijk de eerste keer dat er zo een kleine bump in het verhaal kwam. En bijna tegelijkertijd is dit toestel op de markt gekomen. Ik zie iedereen lachen en knikken, dus jullie herinneren zich waarschijnlijk het nostalgische geluid nog van dit toestel. De 56K-modem, die verbond met Netscape destijds. Begin de jaren 90 ook op de markt gekomen. En dat was eigenlijk de tweede keer dat er een beknibbeling kwam in het verhaal van Dado Boeken. En dat jongeren nu op het internet plots patronen konden beginnen downloaden om in te kleuren. Dus in plaats van naar de winkel te moeten gaan om een kleurboek te kopen, kon je geen boeken kopen op het internet, maar je kon patronen downloaden. En ik herinner mij nog dat mijn grootvader en vader toen zoiets hadden van ja, eigenlijk no worries, we've got a plan. We gaan gewoon VHS-cassettes beginnen verkopen naast de kleurboeken. En ik denk dat dit een fantastische quote is van Mike Tyson. Everybody has a plan until they get punched in the face. Eigenlijk hadden zij niet zien aankomen dat het plots zo snel ging veranderen en dat het internet en de Game Boy nog maar een prelude waren van wat er moest komen. 10 jaar later, in 2000, jammer genoeg, hebben ze het bedrijf moeten stopzetten. Het is niet over kop gegaan, maar het was niet meer rendabel. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik vandaag hier sta en niet in het bedrijf Dado Boeken sta, wat eigenlijk wel jammer is. Dus mensen zeggen vaak, ja, voor u is het eenvoudig. Je bent consultant in digitale transformatie, maar het heeft voor mij eigenlijk een heel persoonlijke reden ook. I'm a child of the disruption. Ons familiebedrijf is te loor gegaan aan de hele digitalisering. En dan ironisch genoeg heb ik zelf een boek geschreven samen met Jo over hoe bedrijven vandaag de digitale transformatie moeten maken. En ik denk als je ernaar kijkt, het internet en de Game Boy, dat was eigenlijk maar het begin van wat er op ons afkomt. En ik denk dat ik jullie daar niet moet van overtuigen. Als je de zaal hiernaast ziet, virtual reality, augmented reality, blockchain, 3D-printing, 5G-internet, noem het maar op. We staan eigenlijk aan het begin van een enorme revolutie. Ik weet niet of je ooit de film Minority Report gezien hebt. Dat is letterlijk waar we nu naar onderweg zijn. Dus het internet bestaat 25 jaar, tel daar nog eens 25 jaar bij, en we will live in a completely new world. Nu, ik ga jullie ook niet lastigvallen met alle typische voorbeelden van Tesla, Uber, Airbnb en anderen. Er zitten een aantal dingen in die organisaties waar andere bedrijven zoals wij zeker kunnen van leren, maar we mogen ons niet spiegelen aan hun model, want zij opereren in een totaal ander systeem. Veel van die bedrijven hebben geld opgehaald, werken wereldwijd, hebben andere patronen. Dus ik denk dat het een beetje te kort door de bocht is om te zeggen als we digitaal willen transformeren, moeten we doen zoals Tesla en Uber. Er zitten zeker goede aspecten in, ik kom daar nog wel eens even op terug. Nu, wat voor mij belangrijk is om mee te nemen hier, is dat iedereen wel die technologische evolutie ziet komen. Ik moet jullie niet overtuigen van wat hiernaast in de zaal staat. Toch, als ik dan kijk naar de meeste van onze klanten en de bedrijven in België, heb ik het gevoel dat we massaal onvoorbereid zijn op wat er op ons afkomt. We horen vandaag al de eerste nieuwsberichten in het nieuws over bedrijven die mensen moeten laten gaan als gevolg van de digitalisering. Of uit het feit dat het natuurlijk ook meer efficiëntie kan brengen. En ik denk dat dat nog maar de eerste tekenen zijn van wat er op ons afkomt. We zijn massaal onvoorbereid. In ons boek hebben we dat de waves of disruption genoemd. En het is opvallend in die golven, die telkens, laten we zeggen, om de 10 jaar plaatsvinden, dat het altijd start-ups zijn die het veld heruitvinden. In de jaren 90 is het allemaal begonnen met de muziekindustrie, waar Napster het model heeft heruitgevonden. En wat heeft de muziekindustrie destijds gedaan? Ze hebben al hun geld gestoken in rechtszaken tegen Napster. In plaats van te denken, hoe kunnen wij op onze eigen innovatie inzetten? Wat vandaag teruggebeurt trouwens met de taxibedrijven die vechten tegen Uber, terwijl ze eigenlijk zouden moeten nadenken wat kunnen wij doen om onszelf heruit te vinden. De jaren 2010 was alles van de media en 2015 was eigenlijk een nieuwe episode waar een hele rits nieuwe industrieën ofwel de uitdaging kan vastnemen ofwel het gevaar zal zien op korte termijn. En de twee belangrijkste sectoren daar zijn retail en banking, want iedereen die vandaag in de middleman-positie zit, waar dus voor u in de value chain nog iemand zit, daar maak je de kans dat iemand over u wilt springen. We hebben dat in ons boek The Frog genoemd, disintermediation, partners van elkaar die eigenlijk over elkaar willen beginnen springen. En dat is een patroon dat je over en nu ziet verschijnen. Dus heel veel klanten van ons zitten hier, die zien van ja, maar die gaan over ons springen, wat moeten wij doen? En heel veel klanten van ons zitten hier en die vragen zich af, hoe kunnen wij nu optimaal over onze partners gaan jumpen? En dat creëert eigenlijk een enorm moeilijk verhaal. Nu, wat belangrijk is om ook te onthouden rond digitale transformatie, is dat het niet alleen gaat over de effecten op de core business. Er komt ook heel veel effect op de verschillende departementen en divisies binnen bedrijven. Dus de retail verandert, maar binnen de retail is er ook een salesdepartement, een HR-departement, een legal departement en uiteraard ook een IT-departement. En ook daar verandert er heel veel. Ik heb een paar voorbeelden. Dit is een voorbeeld, misschien al gezien, van een 19-jarige jonge man die een robotlawyer gemaakt heeft, die voor $3 miljoen in parkingtickets at scale heeft geprotesteerd door via een chatbot-systeem mensen verder te helpen. Je ziet er aan de rechterkant op de conversatie. Was het moeilijk om de signs te begrijpen? Nee, niet echt. Wat kan het probleem dan geweest zijn? Was het moeilijk om daar te parkeren? Of was er een soort emergency? Nee, dat ook niet. Was de parking bay too small? Ja, dat was inderdaad het probleem. Oké, I can help you out. Click here to generate your appeal. Allemaal via artificiële intelligentie empowered. Kun je inbeelden wat een impact daar is op de menselijke kracht die vandaag nog altijd door advocaten moest gebeuren? Het is niet alleen dat soort gimmicks, maar ook binnen bedrijven komen er meer en meer platformen zoals Peter, een artificiële intelligente business lawyer, die binnen organisaties kan helpen met het zoeken van documenten, het draften van documenten, het timestampen van documenten enzovoort. Niet alleen in legal, maar ook in audit en tax. Ik denk dat iedereen ondertussen ook al wel over de blockchain heeft gehoord. Vandaag auditors die komen binnen een organisatie, die doen al uw kaften open, die kopiëren al uw papier en op basis daarvan gaan ze alle transacties na. De blockchain zal het mogelijk maken om in real-time alles te gaan bijhouden, waardoor eigenlijk een groot stuk van dat werk gewoon gaat vaporizen. Ook in finance, dit is een chatbot, HelloPack, die je toestaat om in een soort conversatie te vragen hoeveel geld heb ik uitgegeven deze maand? Wie moet er mij nog geld? Hoeveel staat er nog van cash op de rekening? Allemaal zaken die vandaag via het finance department geregeld worden, die kunnen overgenomen worden door technologie in chat-like conversaties. Het is niet alleen in finance, legal, audit, ook in customer care. Sony heeft net 70 mensen ontslaan in het customer care departement en vervangen door 1 AI-chatbot. En als er iets is dat chatbots heel gemakkelijk kunnen, dat is scripts volgen. En als er iets is wat dat gebeurt in customer care departementen, dat is scripts aflezen. 90% van het werk is met andere woorden een script dat kan opgevangen worden door een ene chatbot die at scale via software die mensen hun vragen kan beantwoorden. En daardoor gaan veel jobs verloren. En ook in marketing. Dit is een voorbeeld van Ray-Ban. in het Facebook Messenger-platform, waar een chatbot van Ray-Ban mensen helpt om een keuze te maken voor een bril. Moet maar eens kijken. Dat is fantastisch, hè? Dus Facebook is daarmee bezig, WhatsApp is daarmee bezig, Slack is daarmee bezig. Alle grote platformen vandaag zijn aan het kijken hoe ze chatbots kunnen integreren in hun bestaande platformen. En ik denk dat dat een van de meest disruptieve krachten gaat zijn voor organisaties op korte termijn. Ik heb hier een artikel, The Invasion of Business Bots. Het is heel recent verschenen. Order processing bots, finance bots, supply chain, marketing, inventory, procurement, shipping, production, quality, analytics, design. Dus eigenlijk op elk front binnen organisaties gaan chatbots een groot stuk van de human labor op korte termijn kunnen wegnemen. En ik denk dat dat toch wel significant is om over na te denken. Nu opnieuw, er is een fenomeen dat we telkens op 2 jaar tijd dingen overschatten en op 10 jaar tijd dingen onderschatten. En dat is ook wat Bill Gates heeft gezegd. We overschatten de fenomenen op 2 jaar, maar we underestimate the change that will occur in the next 10. En dit vind ik een fantastische zin. Don't let yourself be lulled into inaction. Ik denk niet dat de connotatie in het Engels dezelfde is als de connotatie in het Nederlands, maar het geeft wel goed weer, denk ik, waar we vandaag staan. De meeste bedrijven aan wie ik dit laat zien, hebben geen idee hoe ze daar gaan mee omgaan en hebben meestal ook geen idee dat het eraan komt. Dus opnieuw, we zijn massaal onvoorbereid. Nu, aan de andere kant, als ik dan even kijk naar mijn ervaring met Social Seeder en Speakersbase, wij gaan ieder jaar naar de Next Web. Ik weet niet wie van jullie al ooit op de Next Web geweest is. Dat is een start-up beurs in Amsterdam, waar 20.000 mensen samenkomen, start-ups en investeerders. De ene met een fantastisch idee op zoek naar geld, de andere met geld op zoek naar een idee dat kan schalen. En ik heb er eigenlijk altijd de vibe gevoeld, in tegenstelling tot de organisaties waar wij voor werken, die met die uitdaging kampen, zijn zij eigenlijk degene die daar voor een groot stuk van profiteren. En ik wil eigenlijk 7 korte punten aanhalen waar ik denk dat start-ups een verschil maken met grotere organisaties, maar ook wat je als organisatie daar kan van leren. Eerst en vooral, start-ups zetten altijd eerst in op de cultuur en de mensen. Dat is voor hen de backbone van wat ze doen. En mijn allereerste presentatie op de Next Web, die ik daar heb gezien, was van Steve Keil. Hij is een consultant die onderzoek had gedaan naar wat hij noemt de zombification binnen organisaties. En hij zegt, er is een patroon te herkennen dat hoe groter een organisatie wordt, hoe meer zombification er intreedt. Om een duur weten mensen eigenlijk niet meer waarom ben ik hier, wat zijn we hier aan het doen. En eigenlijk de goesting is volledig weg. En dat is een groot verschil met start-ups. Wij zitten in een soort zombification mode, terwijl zij they thrive on momentum. Ze willen allemaal de wereld veranderen. Sommigen slagen daarin, vele anderen ook niet. Maar anyway, ze hebben een soort cultuur die hen in staat stelt om een mindset te hebben om vooruit te gaan. En ik denk dat dat zeer belangrijk is. Eigenlijk moet je die cultuur ook binnen je eigen organisatie krijgen. En we zijn hier op een tech-event, maar ik denk dat naast technologie mensen eigenlijk de belangrijkste rol spelen om te laten slagen in digitale transformatie. Als je de mindset van mensen kunt veranderen, maak je een kans. Want technologie installeren is eigenlijk die easy part. Net zoals dat consulting doen ook die easy part is. Maar de mindset en de gewoontes van mensen veranderen is de hard part. Wat ook fascinerend is, is dat die start-ups allemaal samenwerken. Die werken samen binnen hun organisatie, die hebben geen IT-departement, HR enzovoort, maar die werken ook samen met andere start-ups. En die delen eigenlijk al hun kennis met elkaar. Als je vandaag kijkt naar typische bedrijven bij ons, wij zijn zo georganiseerd. Je hebt de organisatie, dan heb je de verschillende departementen, of je zou zelfs kunnen zeggen de verschillende suppliers. Als je naar start-ups kijkt, wat zij doen is, al die mensen hier zijn intergeconnecteerd en als dat dan andere start-ups zijn, dan zitten ze daar ook nog eens mee aan tafel. Dus eigenlijk proberen die constant hun kennis te delen. Terwijl de grote organisaties vandaag bij ons heel closed zijn, niks delen met elkaar en binnenin eigenlijk echt in silo's werken. Nu, wat kun je als grote organisatie daaraan doen? Ik vind dit een fantastisch voorbeeld van Accor Hotels. Dit is de CEO, Sébastien Bazin, die gezegd heeft van ja, weet je, wij zijn hier een strategy board, typisch oude mannen die veel ervaring hebben, maar eigenlijk een beetje gedeconnecteerd zijn van de digitale wereld. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar een soort schaduwdirectie gemaakt van 7 jonge vrouwen en 6 jonge mannen die samen naast de klassieke directie een eigen strategie mogen uittekenen. En de CEO van Accor Hotels zit zowel in de traditionele board als in de board waar de jonge mensen ook een strategie proberen te maken. En ik vind dat fantastisch als initiatief. Eigenlijk is dat iets low cost, wat iedereen zou kunnen implementeren. Geef jonge mensen center stage. Waar ik ook heel sterk in geloof is reverse mentorship. Er zijn veel jonge mensen binnen organisaties die digitaal DNA hebben, die weten hoe Snapchat werkt, die weten hoe augmented reality werkt, die al eens een chatbot gezien hebben. En dan zijn er veel organisaties die oudere mensen hebben, die zeer veel experience hebben, maar misschien minder digitaal DNA. En ik geloof erin dat die mensen hun experience kunnen transfereren naar die jonge mensen en omgekeerd dat die jonge mensen hun digitaal DNA kunnen transfereren naar die oudere mensen. En ik denk dat je dat moet proberen te bewerkstelligen. Hoe kunnen ouderen en jongeren elkaar helpen in de exchange van kennis? Dus cultuur en mensen eerst. De tweede, they have a bold and clear purpose. Zoals gezegd, de meeste start-ups willen de wereld veranderen. Don't keep calm, let's change the world. En dat is voor hen elke dag weer opnieuw. Die staan op en die denken, wat gaan we vandaag doen om de wereld te veranderen? En ik heb ooit een fantastisch boek gelezen van James Collins, Built to Last. Ik weet niet of iemand die een boek kent. En hij spreekt daarover een concept, de B-hack. Ik weet niet of iemand de B-hack kent. De B-hack is de Big Hairy Audacious Goal. En hij zegt, de bedrijven die een Big Hairy Audacious Goal hebben, zijn de bedrijven die doorgaans kunnen slagen in hun objectieven. En als je kijkt naar Tesla, om er dan toch eens iets over te zeggen, Elon Musk doet dat fantastisch. Hij heeft 10 jaar geleden zijn masterplan publiekelijk gedeeld en gezegd van, dit zijn eigenlijk de innovaties die we met Tesla gaan doorlopen. Hij heeft nu in juli dit jaar zijn masterplan part 2 op tafel gelegd, waarin hij opnieuw zegt wat zijn de innovaties die we de komende 10 jaar met Tesla gaan ondernemen. En eigenlijk is dat zijn B-hack. Niet alleen voor zijn medewerkers, maar ook voor zijn klanten. Want veel mensen kopen Tesla's omwille van het feit dat ze de inspiratie en de visie van Elon Musk volgen, niet alleen omdat hij een auto fantastisch rijdt. En ik denk dat organisaties die iets klassieker zijn, ook zouden moeten adopteren. Ik ben ooit mijn carrière gestart bij Insights Consulting, waar ik lang samengewerkt heb met Steven van Peteghem, u misschien bekend. De CEO van Insights Consulting, Christophe de Wulf, die hebben ook een B-hack opgesteld. En de B-hack daar was, we want to be the most sexy market research agency in the world. En elke meeting die we binnen Insights hadden, werd afgewogen aan, gaat dit ons helpen om de most sexy market research agency in the world te worden of niet? En het was die visie die ervoor gezorgd heeft, en ik heb dat van binnenuit meegemaakt, dat Insights van 20 mensen naar vandaag 175 is gegroeid en nog altijd dat start-up DNA heeft. Facebook doet dat ook fantastisch. Voor de mensen die het niet kennen, ze hebben een Facebook Little Red Book, die elke medewerker binnen Facebook krijgt op het moment dat je daar start. Bij ons krijg je heel vaak zo een map met 3 gele fluo-stiften in. Daar krijg je een fysiek boekje en de eerste pagina zegt If we don't create the thing that kills Facebook, somebody else will. Embracing change isn't enough. It has to be so hardwired into who we are that even talking about it seems redundant. The internet is not a friendly place. Things that don't stay relevant don't even get the luxury of leaving ruins. They just disappear. Want zij weten dat Snapchat komt. Zij weten dat Pinterest daar is. Zij weten dat het heel snel gaat veranderen. Dus vandaag zijn zij eigenlijk geen start-up meer. Zij zijn een grote corporate geworden. En door dat soort dingen te doen, proberen zij dat DNA erin te houden. Nu, we hebben dat ook gedaan met een van onze klanten. Aliaxis is een wereldwijd bedrijf die buizen maakt voor loodgieters. En we hebben voor hen een digitaal manifesto geschreven. Dat is uitgedeeld binnen de hele organisatie. En daar geloof ik in. Heel vaak worden er digitale transformatiestrategieën gemaakt met de board van het bedrijf. Maar de rest van de organisatie weet eigenlijk totaal niet wat er aan het gebeuren is. En daarom hebben we dit boekje gemaakt, zodat iedere medewerker binnen Aliaxis weet waar gaan wij naartoe, wat is onze North Star Vision. En ik denk dat dat ook de vraag is die je zelf moet stellen vandaag. In gans die technologische, digitale wereld, wat is uw North Star Vision? Hoe ziet uw bedrijf eruit binnen 5 jaar of binnen 10 jaar? Nummer 3 in startup world. They run lean and they are driven by the WIFIO moment. Ik weet niet of iemand het WIFIO moment kent. Nee? Ik kom daar straks eens op terug. Nu, 1 ding dat ik geleerd heb met Social Seeder en Speakersbase. Bij Social Seeder hebben we geld opgehaald. En dat lijkt dan fantastisch. Maar uw geld gaat er heel snel weer door. Dus je moet altijd goed nadenken wanneer komen we op een punt waarop het geld op is. En hoe gaan we ons geld goed besteden. Want veel geld, als je weinig inkomsten hebt, gaat snel weer verdampen. En dus het WIFIO-moment is beschreven door iemand die een boek geschreven heeft rond de startups in Silicon Valley. En het WIFIO-moment staat voor We're fucked, it's over. En dat is het moment dat startups vooruitdrijft. Zij weten binnen 5 maanden, we run out of cash, it's over and out. Dus wat gaan wij doen? Reversing engineering, het hele systeem, om dat te vermijden dat moment. Hoe gaan we terug aan cash geraken? Hoe gaan we snelheid maken? Hoe gaan we tractie krijgen? Bedrijven vandaag hebben dit niet. Nee, bedrijven bellen ons op het einde van het jaar. We hebben nog wat budget te spenderen. Hoe kunnen we het nog opmaken? Dat is de realiteit van vandaag. Terwijl start-ups het wifi-moment hebben. Zij leven op MVP's, de Minimum Viable Product, wellicht bij iedereen gekend, terwijl onze klanten alles definiëren in Maximum Validated Products. Iedere organisatie heeft verschillende departementen die allemaal moeten zeggen het is goed, we mogen het shippen. En dan is het 2 jaar later voor het op de markt komt. En dan moet er vaak nog een marketingstrategie gemaakt worden, dus we zijn dan 3 jaar later. Wat start-ups doen is rapid prototyping. Ze gooien iets op de markt, ze krijgen data terug, ze zien of het werkt en ze gooien het weer in de markt. En zo itereren ze constant. Ze hebben een proces van lean testing. Ze hebben een idee, ze ranken die ideeën samen, ze designen het, ze testen het real-time in de markt en dan kijken ze terug, heeft het gewerkt of niet. Terwijl de corporates waar wij doorgaans voor werken, definiëren alles in projectbladen en tegen dat het op de markt is, zoals gezegd, is het outdated. Nummer 4, while we look at technology, they work on problems. De vraag die wij heel vaak krijgen van klanten die willen digitaliseren, gaat vaak over technologie. Moeten wij iets doen met beacons? Moeten wij iets doen met virtual reality? Zouden we niet met een drone iets kunnen leveren? En ik denk dat dat allemaal de verkeerde vragen zijn. Want als je zo naar technologie kijkt, dan eindig je met producten zoals dit. Ik weet niet of je nog de fantastische Segway herinnert. De Segway was op zichzelf een ongelooflijke technologie, maar het lost geen consumer niet op. Hetzelfde met Google Glass. Totaal gehyped door de industrie, maar geen consumer niet. En Bitcoin zit ook eigenlijk in dat straatje. Bitcoin is fantastisch, maar blijkbaar sluit het niet aan bij een echte nood van mensen op dit moment. Nu, als je dan toch eens naar Uber moet kijken, hetgeen wat zij fantastisch gedaan hebben, zij hebben de problemen opgelost in de klassieke taxiwereld. Het feit dat je in een lijn moet staan wachten, of erger nog, dat je ergens in de regen moet staan en als je malchance hebt, rijdt je gebuur weg met je taxi die jij hebt besteld. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben dat opgelost door u de driver te tonen. Jij ziet wie dat u komt oppikken en zij zien ook een foto van u. Dus ze herkennen u van de andere kant van de straat. En dat is wat het succes van Uber bepaalt. Niet de technologie, maar het feit dat ze consumer needs op een ongelooflijke manier hebben opgelost, wat ervoor zorgt dat mensen liever naar Uber gaan dan dat ze naar de klassieke taxis gaan. Nu, just for the record, ze hebben net nog een studie gedaan waaruit bleek dat mensen heel geïrriteerd zijn door de muziek van de taxidriver. Dus je stapt in een Uber en dat was een duidelijk probleem. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een deal gesloten met Spotify dat op het moment dat je nu in een Uber komt, dat je je eigen muziek kunt aansluiten op de installatie van de wagen, om die irritatie weg te nemen. Zo werkt Uber. Problemen oplossen en niet technologie voor de technologie. En ik denk dat dat is wat je moet doen. Eigenlijk moet je op zoek gaan binnen je bedrijf. Wat zijn de painpoints die mijn klanten hebben in de customer journey? En hoe kun je daar via digitaal touchpoints van maken? Dat is de echte oefening die je zou moeten gaan doen. Ik heb 1 voorbeeld hier. Dit is een brillenbedrijf. Die hebben ontdekt dat mensen die een bril dragen, of zonnebrillen dragen, dat het moeilijk is om snel nieuwe brillen te kopen, omdat ze te duur zijn. Maar eigenlijk zouden mensen heel snel van design willen wisselen. Dus wat hebben zij gedaan? In plaats van altijd een bril fysiek te kopen, ze hebben een subscription model gemaakt, een beetje zoals HelloFresh, waarvoor je $24 per maand betaalt en dan kun je gewoon on rotation brillen gaan kiezen. Een pijnpunt opgelost door een digitaal concept. Nummer 5 gaat over de toekomstige generaties. En dat is een groot struggleblok bij veel van onze klanten. Heel vaak krijgen wij te horen, ja, maar onze klant is anders. En wij hebben ook nog veel klanten die wel nog naar de winkel gaan, of die wel nog de krant lezen, of die wel nog het traditionele model gebruiken. En dat is zo, hè. Wij noemen dat de classics. Als je naar een bank kijkt, de classics zijn de mensen die naar een bank gaan en die geen online overschrijvingen willen doen. They still exist. De andere generatie is de converted. Ik zou zeggen, dat is de generatie van mijn ouders, die opgegroeid is met het klassieke bankensysteem, maar nu vandaag wel bereid is om online overschrijvingen te doen, als het niet te veel is. Een overschrijving van €1000, oei, dan we misschien toch beter naar de bank gaan. Want ze vertrouwen het nog niet volledig. En dan heb je mijn generatie, ik noem dat de digital. Wij zijn opgegroeid met nieuwe modellen en digitale kanalen. Voor mij, hoe minder dat ik naar de bank moet gaan, hoe liever dat ik het heb. Zelfs voor een grote overschrijving. Ik vertrouw het allemaal wel. En als het mislukt, zal ik het wel terugkrijgen op een of andere manier. Maar ik wil niet naar het centrum van Gent gaan om 16:00 congé moeten nemen om daar te zijn, om daar een gesprek te moeten hebben met een bankier. Liever vanavond om 20:00 op Skype dan dat ik u fysiek moet zien. Mijn ouders, als ze een hypotheek moeten afsluiten, no way dat ze niet de fysieke bankier zien. No way dat ze Skype zouden gebruiken. En dan heb je de generatie die nu komt, de Raptured, die eigenlijk alles nieuw gaan doen. Ik heb 2 kindjes, mijn dochter is 4 jaar, mijn zoontje is 2 jaar. Ik stel mij de vraag, gaan zij nog naar de klassieke bank gaan? Of gaan zij naar concepten zoals de Lending Club kijken, waar mensen rechtstreeks aan elkaar geld lenen? Of Wealthfront, voor mensen die veel geld hebben verdiend, wat eigenlijk een alternatief is voor private banking of wealth management. Vandaag een wealth manager of een private banker neemt een fee van uw transactie, terwijl wealthfront.com een platform is voor mensen die zeggen, hier, investeer uw geld en een algoritme zal voor u de investeringen doen. En je betaalt in een subscription model, wat in prijs niet te vergelijken is met hetgeen wat je zou betalen aan een private banker. En dan is de vraag, hoe gaat het daarmee om met die 4 generaties? De meeste bedrijven waar wij voor werken zitten hier. De classics en de converted. Terwijl start-ups eigenlijk volledig inzetten op deze 2 generaties. En ik denk dat je als corporate organisatie niet mocht stilzitten hier en blijven vasthouden en zeggen van ja, maar onze generatie en onze klanten zijn nog... De nieuwe klanten komen en het gaan de digital en de ruptured zijn. En ze gaan er sneller zijn dan dat je denkt. Dus digitalisering is dit. Transformatie is inzetten op de digitale generatie en de ruptured generatie. Nummer 6, startups, they innovate around the core business en the core product. En dit is een beetje een theoretisch schema, maar ik ga het proberen om het op een simpele manier uit te leggen. Digitale transformatie gaat voor ons over 4 assen. Het gaat over uw customer relation, sociale media, marketing automation, influencer marketing, al dat soort zaken. Het product is de digitalisering van het fysieke product. Ik heb net gezegd, Aliaxis is een van onze klanten. Zij maken buizen voor loodgieters. Zij weten dat op termijn dat er sensoren zullen zitten in die buizen. Om early leakage detection te doen in gebouwen enzovoort. Dus dat is een digitalisering van het product. Dan heb je de organisatie. Dat heb ik daarnet al geïllustreerd. Legal, HR, IT enzovoort. Die eigenlijk allemaal geïmpacteerd worden. Maar ook CRM, ERP, etc. En dan het businessmodel. Denk aan HelloFresh. Denk aan het brillenbedrijf die subscription e-commerce heeft gemaakt. Dat is uw businessmodel dat verandert. Nu, het inzicht voor mij wat hier belangrijk is, de meeste bedrijven die digitaliseren, die zeggen ja, we doen sociale media vandaag. We zijn actief op Facebook. Check. En ja, we hebben een CRM-systeem vandaag. En we werken ook in de cloud. Dus we zijn digitaal getransformeerd. En het grote verschil met digitalisering en transformatie is dat start-ups inzetten op nieuwe producten en nieuwe businessmodellen. En daar maken zij het verschil. Het is niet dat zij een betere CRM of ERP hebben dan uw bedrijf. Hè. Zij maken eigenlijk een totaal nieuw concept. Dus ze gaan voor een nieuw product in een oud businessmodel, een oud product in een nieuw businessmodel of een nieuw product in een nieuw businessmodel. Ik heb hier een voorbeeld van Adidas. Ze hebben daar eigenlijk heel goed op ingespeeld. Ze hebben een subscription box gemaakt voor vrouwen. Dus in plaats van vrouwen naar de winkelstraten sturen om daar schoenen te kopen, kunt u inschrijven en iedere 3 maanden stuurt Adidas bij verrassing een doos schoenen op. En dat werkt ongelooflijk goed. Ze hebben ook in studies gezien dat vrouwen graag een verrassing krijgen. Dus het matcht een painpoint. Het is een systeem dat ongelooflijk werkt. Dus een subscription model met een oud product. En dit vind ik ook een fantastisch voorbeeld. Er staat hier een 3D-printer. Mattel die weet, at some point gaan de Barbie-poppen ge-3D-print worden. Trouwens, alles in speelgoedwinkels. Lego-blokjes, Playmobil, it's coming. Dus voor hen, ik denk dat er ook daar veel disruptie volgt. Wat heeft Mattel gedaan? In plaats van te wachten, hebben ze zelf een eigen 3D-printer gemaakt. En ze verkopen daar de patronen bij. Dus je betaalt $300 voor de printer en dan kun je ook de patronen downloaden. Ik kan me wel inbeelden dat die patronen ergens op newsrooms of BitTorrents ook illegaal te vinden zullen zijn. Maar anyway, ze hebben een model bedacht dat eigenlijk in functie staat van de toekomst. En nummer 7, en dit is mijn laatste punt, startups are always shipping. Heel veel bedrijven die wij ontmoeten, die zeggen ja, we zijn bezig met ons 2020-plan. Ik zie nu zelfs al de 2025-plan, de eerste. Dus elk bedrijf vandaag heeft dat. In 2020 gaan we dat bedrijf worden. Terwijl start-ups vandaag zeggen, ja, maar nee, wat gaan wij de komende 90 dagen doen? Want het wifi-moment, misschien bestaan wij zelfs niet meer in 2020. En ik denk dat je dat moet doen. Eigenlijk moet je die visie absoluut hebben, dus ik ben daar geen tegenstander van. Maar je moet dat combineren met wat ik noem tomorrow strategy. Wat gaat het de volgende 90 dagen doen? Daar gaat het over. En opnieuw, ik ben een consultant. En ik denk dat consulting de easy part is. Maar execution, daar zit het verschil in digitale transformatie. Execution will be the last 99%. En speed will be the variable. Want het maken van een strategie en dat dan koppelen aan je 2020-plan en zeggen ja, maar we hebben een plan voor de digitalisering. Opnieuw, dat is de easy part. Wat ga je morgen doen om te transformeren? En dan wil ik nog eens terugkomen op het Facebook Little Red Book. De tweede pagina in dat boekje zegt the quick shall inherit the earth. Fast is better than slow. Those who ship quickly can improve quickly. Dus zij proberen ook de mindset van snelheid bij hun medewerkers te installeren. En dit is een fantastische quote van een oprichter van LinkedIn. If you are not embarrassed by the first version of your product, you have launched too late. Ze zijn verkocht aan Microsoft voor $26 miljard in cash. En als je de eerste pagina zou zien van LinkedIn, het is fenomenaal, het verschil. Je hebt zo van die throwback machines waar je kunt zien hoe de eerste versies eruit zagen. Dat is hoe dat zij vandaag gekomen zijn waar ze nu zijn. Dus in feite is dat mijn advies. Vandaag zijn een corporate, je hebt een mothership. Hoe kun je meer als een speedboot gaan ageren? En misschien moet je een combinatie maken. Je mothership upgraden en kleine speedboten in het water laten. Maar onthoud vooral, people and culture first. Dat is eigenlijk de echte essentie van digitale transformatie. Denk na over uw eigen B-hack. Wat is de grote North Star Vision, waarbij jouw medewerkers ook weten waar gaan wij samen eigenlijk naartoe? Thrive on the WeFio moment. We're fucked, it's over. Het zal waarschijnlijk niet in geld zijn, noodzakelijkerwijs, maar wel in functies binnen uw bedrijf. Be a glasshouse. Denk aan de openheid van Tesla enzovoort. Solve problems, pain points to touch points. Invest in future generations and always be shipping. En ik denk als je die 7 zaken probeert, dat je veel van het DNA van startups kunt krijgen en de corporate startup kunt imiteren. Nu, voor mij is ook belangrijk, ik zie elke dag op 's avond en vliegtuigen vertrekken naar Silicon Valley met ondernemers. En ik vind dat fantastisch, om daar inspiratie te gaan vinden. Maar je mag je niet vergissen, als je naar Silicon Valley gaat, dan ga je niet terugkomen als een Silicon Valley bedrijf. Het is een beetje zoals gaan kijken naar Messi en denken dat je nadien ook Messi bent. That ain't gonna happen. Dus de real... Dankjewel, Dado, voor deze inzichten en misschien ook wel een wake-up call voor sommigen. Doorheen de dag zijn er nog meer presentaties, allemaal door experts die de technologieën die u ernaast gaan zien nog verder gaan uitdiepen. Dat zijn korte sessies van 15 minuten en de eerste start ongeveer rond 11:30 ook weer hier. Dus ik zie u graag straks terug en geniet van de techshow, zou ik zeggen.